Welkom mensen, jullie hadden suggesties, ik heb geluisterd. Dit is weer een nieuwe Superspelers in Spe. En ik heb jullie suggesties geluisterd, maar ik kon ze pas hierna verwerken natuurlijk, want ik moest eerst de wedstrijd spelen. Dit is mijn tweede recordpoging, want ik had eerst twee wedstrijden gespeeld. En op een gegeven moment tijdens de derde begon die opeens heel sloom. Toen dacht ik, oh het ligt aan mij, misschien druk ik te snel, ik wacht even. En op een gegeven moment crashte die, dus ik dacht, nou ik ga verder met een autosave. Maar er was maar één autosave en dat was na mijn eerste wedstrijd. En daar schoot ik dus niet echt veel mee op. Dus moest ik het opnieuw gaan recorden. En het was wel jammer, want ik had één wedstrijd gelijk gespeeld. En twee gewonnen. Nou ja, ik was die derde aan het winnen. Dus ik weet niet of ik die ook zou winnen uiteindelijk. Maar in ieder geval, hier kom ik dus op voorsprong door een doelpunt van Balotelli. En ik ben nu de 4-1-4-1 gaan gebruiken. En dat is zo'n geweldige formatie. Het is echt fantastisch. Je spits staat niet de hele tijd stil. Je hebt een onwijs breed en sterk middenveld. En je domineert gewoon, als je het beetje goed speelt, de wedstrijd. En ja, dat is heerlijk. Want hier sta ik ook gewoon na 12 minuten. Althans, in de 12e minuut. Kom ik op een 2-0 voorsprong met Kovacic, geloof ik. Niet echt een doelpunt te maken. Ze willen een spel maken die het van zijn lange goede steekballen moet hebben. Maar goed, hij kan dus blijkbaar wel de bal in het net krijgen. En dat is handig, want ik kan niet het hele seizoen op Balotelli rekenen. Maar goed, over naar de transfers. Want jullie hadden veel suggesties. Marcos Lopez is gehaald. Kurt Zuma is gehaald, zoals jullie vroegen. En we gaan nog door. Geronimo Rulli, de keeper, is ook gehaald. Was een suggestie van iemand die een heel lijstje had getropt. Adrian heb ik ook gehaald. Die ken ik nog heel goed van FIFA 13. Dan hebben we nog Gabriel, de center defensive mid. Die is ook gehaald. En dan gaan we nog door. Want Insigne heb ik ook gehaald voor 10 miljoen pond. Danilo als rechtsback. Want Cancelo is toch nog een beetje te jong. En die gaat als wissel fungeren. Ezekiel heb ik gehaald. Die heb ik nog nooit geprobeerd. Lijkt me een interessante suggestie. Ik hoor heel veel mensen dat die best wel goed is. Dus ik ben heel erg benieuwd. En Victor Fischer heb ik ook gehaald. Ik ben niet voor Boetius gegaan, want dat was me nog iets te duur. Ze wilden 8,5 miljoen pond. En dat vind ik niet geld dat Boetius waard is. Maar goed, in deze wedstrijd beginnen we met Balotelli, Jesse Rodriguez, Gabriel, Kovacic, Shaqiri, Verratti, Lisiglio, Varane, Doria, Danilo en Oblak. Wat jullie misschien niet weten is dat Doria is zowaar nog langzamer dan Per Mertesacker. Mocht je me niet geloven, zijn acceleration is, als ik het goed heb, 30... En zijn sprint speed is 29. Wat voor een centerback betekent dat je wel echt zieke defensive stats moet hebben. Anders ben je gewoon nergens. Maar goed, zijn defensive stats zijn voor een 75 rated player inderdaad vrij goed. En jullie zien hier, ik spoel het een beetje door. Want je hebt ook een deadline day en ik wilde toch een beetje de deadline day dingen laten zien. Jullie vroegen ook nog een Munia in, dus ik dacht die moet ik ook nog even doen. Want het is wel een interessante speler die ik dit jaar nog niet gebruikt heb. En je ziet hier, er komt onwijs veel over. Ik moet 14,5 miljoen betalen. Contract offer voor Raheem Sterling. Die zag ik er toevallig tussen staan. Ik dacht, waarom eigenlijk ook niet? Want voor rechtsmids / rechterwing zijn er niet echt mega veel talentjes. Dus ik dacht, nou weet je wat, waarom niet? Probeer het een keertje. En we zetten natuurlijk Pogba gelijk bij de selectie. Want Pogba, als die niet start, ik heb hem ook een critical first team player gemaakt. Hij is gewoon veel te goed. En Raheem Sterling, ook bij de ploeg, helemaal perfect. Ik begin wel een beetje kort in geld te zitten. Maar goed, Januzaj mag er zo meteen uit. We gaan gewoon door. Want ik heb de hele tijd transfers. Het was best wel veel. Uiteindelijk, voordat ik begon met opnemen, heb ik zo'n 18 minuten gespendeerd met al die spelers opzoeken en biedingen doen. Wat belachelijk lang lijkt, maar het waren ook best wel veel spelers die in de comments achterlaten. Het waren, als ik het goed heb, 150 comments. En dat is ziek veel. Dus onwijs bedankt voor jullie interactie in dit gedeelte. En dat jullie gewoon zoveel comments hebben achtergelaten, waardoor ik heel veel transfers kon maken. En kort gezegd, verdeeld onwijs. Maar goed, hier zien jullie een beetje hoe ik het team kan aanpassen. Dit is zo'n geweldige luxe. Ik kan op elke positie gewoon een fitte speler zetten. En dan nog ben ik niet klaar. Het is echt een fantastische luxe. Maar goed, ik kom tegen Villarreal op een 1-0 voorsprong. Nadat een Villarreal verdediger de voorzet van Luke Shaw in de pad van Casemiro kopt, weet hij hem binnen te komen. En zo sta ik dus 1-0 voor. Ik hoopte dat dit Ezekiel was. Maar toen bedacht ik me, wacht, Ezekiel is natuurlijk klein en zwak. En die zal nooit zo'n koppel kunnen scoren. Maar goed, ik sta dus vrij snel weer 1-0 voor. En hier is Paul Pogba. Wat moet ik hierbij zeggen? Ik wist niet eens wat er gebeurde. Ik zat in de Skypool en ik ging van, oh mijn god. Paul Pogba. Zieke longshots. We weten het natuurlijk allemaal. Als je hem ook maar één keer in real life kijkt, hij heeft een patent op mooie doelpunten. En kijk die bal gaan, jongens. Echt botergeld doelpunt. Maar in ieder geval, Paul Pogba hier ook nog met de voorzet op het hoofd van Isco. En ook Isco scoort zijn eerste doelpunt voor de club en van het seizoen. Om er 3-0 van te maken in de 56e minuut. En in tegenstelling tot de wedstrijden tegen Bilbao en Granada, had Villarreal totaal niks in te brengen. En dat is een beetje jammer. Want Villarreal is op dit moment in real life toch een zeer degelijke club. Die gewoon weer goed presteert nadat het gepromoveerd is afgelopen seizoen.
Ze maken hier nog wel de 3-1 heel scherpe voorzet. Bij de tweede paal stond helemaal vrij. En die kan dan natuurlijk ook makkelijk inkoppen. Zo wordt het nog 3-1, maar gelukkig blijft het ook 3-1. En daarmee komt deze aflevering ook weer bijna tot zijn einde. Zoals altijd wil ik jullie onwijs bedanken voor jullie feedback. Zonder jullie zou deze serie niks zijn. Dat is en omdat ik jullie nodig heb voor de feedback voor talentjes. En omdat jullie een beetje bepalen wanneer een video goed is natuurlijk. En wanneer niet via likes op een video en hoeveel keer die bekeken wordt. Dus nogmaals, bedankt voor het kijken. Volg mij ook op Twitter. Want zoals met de teamselectie voor mijn live career mode. Als ik iets vraag, dan doe ik het via een poll op Twitter. Dus zorg dat je mij volgt. Er zal een link staan in de beschrijving. Moet je daar even op klikken. En dan zeg ik alvast, heb ik een vraag voor jullie eigenlijk. Hoi. Nee. Even serieus, wie denken jullie dat er gaan winnen vanavond? Ajax of Feyenoord? Laat me dat weten in de reacties en dan zie ik jullie morgen weer. Tot ziens.